Hey, Bart van hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie speed video nummer 7 in hoog tempo. Alles wat jij moet weten over materialen maken in Blender. Breng je tekening tot leven in Blender. Echt super tof dat jij vette dingen wil maken in 3D. Ga ervoor. Maar, hier een waarschuwing, Blender leer je niet zomaar even met het kijken van een videootje. Natuurlijk kan je een of andere tutorial precies nadoen, maar aan het eind ben jij dan degene die iets heeft gemaakt? En kan je blenden dan beter? Ik bedoel, gaat er iets anders dan in het tutorial? Kan je het dan ook zelf fixen of er iets, er, iets, er iets anders van maken of zo? Nou, deze speed video is een soort samenvatting van mijn hele Blender training. Maar ook heb je al ervaring in andere 3D tools en je wilt gewoon even snel weten hoe Blender in elkaar steekt? Deze video is voor jou. Of als je ondanks deze waarschuwing denkt: oh, ik heb geen zin in al die video's kijken en de echtheid in steken. Pff, nou. Ook prima. Succes met deze speed video. Ik zie je wel terug op mijn site maak iets media.nl blender. Daar staan alle video's, de blender doelopdrachten en het blenderboek met van elke video een samenvatting op papier. Maar goed, nu die turbo booster aan en gaan. En hier zijn we in Blender. En ik heb eventjes vier objecten erin gegooid: een mannetje, een haai, een alien en een vogel. En dan gaan we eens eventjes wat materiaal opgooien. En dit zijn natuurlijk low poly modellen. Dus we beginnen ook maar eens eventjes met hele simpele materialen. Eigenlijk gewoon een kleurtje. Maar wees gerust: op het einde van de video ga ik ook wat laten zien. Hoe je kan werken met hele realistische materialen van Polyhaven. Maar goed, stel je voor: ik wil een materiaal. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Ik heb hier het poppetje geselecteerd. En dan ga ik hier in het properties panel. Hier alle tabs aan de zijkant. Hier de ene onderste is het materialen tab. En als ik daarop klik, dan heb je hier dus een hele grote, grote knop nieuw. En dan klik je erop, en dan zie je hieronder alle instellingen van het materiaal. Maar laten we het eerst eens even hebben over hoe dat werkt met materialen hoe je ze gewoon een simpel kleurtje kan geven en een, een naam kan geven. Want als jij een project hebt met heel veel objecten en heel veel verschillende soorten materialen, is het gelijk handig om vanaf het begin ze een beetje een goede naam mee te geven. Stel je voor, ik ga het poppetje gewoon één kleur geven. En ik ga daar een groen poppetje van maken. Dan typ ik hier dus ook bij nieuw het woord groen. En hieronder kan je. Bij Base color kun je dus al kiezen wat voor een kleurtje dat moet zijn. Hier vind je alle kleuren. En hier zwart en wit. Je snapt het wel. Nou, stel je voor, ik geef hem een groen kleurtje. Tada. We ja, hebben een beetje een heel erg misselijk mannetje. Hetzelfde geldt als voor de haai. Nieuw. En dan kan ik hier bijvoorbeeld een gele haai van maken. En ik uh, maak hier geel. En, en hier de uh, alien kan ik bijvoorbeeld uh, rood maken. Typ ik hier rood. En mijn base color maak ik daar een rode alien van. En voilà: drie materialen gefixt. Nou, eens even kijken naar die vogel. Hè. Stel je voor, ik wil hem een materiaal geven. Hetzelfde van uh, bijvoorbeeld, ik wil deze vogel. Wil ik dit groen materiaal geven? En nu gaan we het eventjes hebben over de Blender Beep. Want als je hier naartoe gaat, ik kan hem wel opnieuw drukken en dan geef ik hem een nieuw materiaal. Maar hiernaast vind je een knopje. En dat is eigenlijk de Blender Materialen Beep. Want ik heb net een geel materiaal, een groen materiaal en een rood materiaal aangemaakt. En dan kan ik dus uitkiezen. Je kan er dus een nieuwe maken, maar je kan dus ook al een bestaand materiaal kiezen. Als ik wel eens op, uh, bijvoorbeeld, uh, wat willen doen? Oh ja, groen zouden we doen. Hè? Druk ik op groen. Voilà. Dan is deze vogel dus groen. En uh, dit zijn dus dezelfde materialen. Kijk maar, als ik dit uh, bijvoorbeeld uh, een beetje aanpas, dan zie je dat ze dus allebei veranderen. Oké, okay. um, Oké, okay. wat valt er dan meer over te zeggen? Nou, een heleboel. Even heel erg belangrijk. Wat je nu ziet hier is de achtergroen zie je nu een knopje 2 verschijnen en dat komt omdat je dus op twee verschillende objecten hetzelfde materiaal op. Dus dit materiaal groen wordt door twee objecten gebruikt. Je kan op het tweetje klikken, hoppakee, en wat gebeurt er dan? Dan krijg je groen.001. Dan heeft hij als het ware het groene materiaal gedupliceerd. En nu zie je ook, als ik nu uh, deze kleur een beetje verander, dat alleen die van het poppetje verandert, omdat groen.001 een andere soort uh, groen is. Dus ik kan bewijzen van hier uh, groen uh, type versie 2. Oké, okay? snap je? Alright, nu heb ik dus opeens vier materialen gemaakt. En dat zie je ook terug in de Blender Beep. Hier zie je geel-groen, groen-versie 2 en rood. Maar ik heb eventjes de alien gedelete. weet je wel, die rode alien. En wat je dan ziet in de beep, is heel erg belangrijk, namelijk dat het rode materiaal staat een nulletje voor. En dat is heel logisch, want er is geen enkel object wat dat rode materiaal heeft. Nou, uh, boeien zou je denken, maakt toch niet uit, het blijft gewoon in de beep staan. Maar, ook al zou je nu dit project netjes opslaan, save as blenderproject opgeslagen, dan is dat rode materiaal weg de volgende keer dat je blender opent, want als een materiaal niet is gekoppeld aan een object dan is dat materiaal weg. Ook al sla je het Blender-project goed op. Nou, er, er is iets. Uh, Gelukkig kan je het fixen. En dat is heel makkelijk. Hier ga je even bijvoorbeeld naar het rode materiaal. En hier vind je een schildje. En dat staat voor Fake Use. En als je op het schildje klikt, dan is dat rode materiaal veilig. En dan zie je hier ook een fje bij staan. De F van veilig. Haha, een grapje. Dus uh, de F van fake user. En dat betekent dat, ook al is dat materiaal niet gekoppeld aan geen enkel object, ook als je Blender-project opslaat, dan zul je hem de volgende keer dus wel weer. Terugvinden. Oké, okay, meerdere materialen op één object gooien. Hoe doe je dat? Dan moet je naar Edit Modus en Material Slots. Kijk, als ik hier een keer inzoom, dan vind je hier Material Slots. Hier vind je dus die Blender Beep. Hier uh, de namen en zo. Fake Use dupliceren en materiaal weghalen. Maar hier vind je dus blender, uh, nee, Material Slots. En hier vind je een plus en een minnetje. Wat je kan doen, is hier op plusje klikken en dan krijg je nieuwe slots. En wat je dan ziet, is dat je hier dus ook een nieuw materiaal. In die slot kan gooien. Want die krijg je opnieuw en dan krijg je een nieuw materiaal. Dus ik heb hier het, uh, het mannetje. En dat materiaal, weet je wat? Ik maak hem even uh, roze van. Dus dan doe ik even hier een leuk uh, roosachtig uh, huidachtig kleurtje kiezen. En het volgende wat ik doe is. Nee, ik heb hier nog een rood materiaal. Hey, fake use, maar we gaan hem nu wel gebruiken voor een mond. En wat zullen we nog meer doen? Uh, ik maak hier een nieuw materiaal. En die maak ik eventjes. Die noem ik blauw. En dan maak ik hier een blauw materiaal van. En hoppakee. Nou heb ik dus drie slots: roze, rood en blauw. En als ik nu kijk naar het resultaat van mijn mannetje, dan is die roze. En dat is logisch omdat het roze materiaal als eerste in dit rijtje van material slots eh, te zien is. Hoe kan ik bijvoorbeeld die mond dan rood maken? Daarvoor moet je naar met de tab in edit modus. En hier heb je bijvoorbeeld de mond. En omdat dit losse geometry is. kan ik deze in één keer selecteren met L. En wat je dan kan doen. hier zo heb ik dus het material slot rood. heb ik nu geselecteerd. In de onder vind je een knop. en er staat assign. En als je op assign klikt. tadaa. dan zie je dus wat er is gebeurd. Deze, dit materiaal van het tweede slot is nu gekoppeld aan de geselecteerde vlakken van je model. Zie je dat? En nu is die, heeft hij dus een rode mond. Nou, hetzelfde kan ik bijvoorbeeld doen met de broek. Die kan ik niet in één keer selecteren met L, omdat die broek ja, vastzit aan de rest van de geometry. Nou, dan kan ik eventjes op andere manier doen, gewoon met C alle vertices te selecteren. En nu heb ik de hele broek geselecteerd en maak ik het blauwe Materiaal actief in het derde Material Slot. Dan klik ik op Assign. En dan ga ik even uit Edit Modus. En dan zie je dus dat je dus verschillende materialen kan koppelen aan verschillende faces van jouw uh, poppetje. Maar dat systeem van slots werkt heel erg goed in Blender. Maar wil je dit poppetje met het materiaal exporteren naar een ander programma, bijvoorbeeld Unity, Unreal Engine, Godot of Roblox ofzo, dan gaan die slots niet mee. En dan moet je dus het materiaal op een andere manier opzetten in Blender, namelijk met UV, een wrap en plaatjes enzo. Maar dat verderop in deze video, want eerst wil ik het even hebben over nog meer instellingen. Want dit zijn gewoon vlakken. Kleurtjes, hartstikke leuk. Kleurtjes, jee kleurtjes. Maar over materialen valt natuurlijk nog veel meer te zeggen. Is het metaal of niet? Is het glimmend of niet? En hoe werkt het allemaal? Wat voor instellingen vind je hier allemaal? Ik ga het je nu laten zien. Ik heb even een uh, astronaut erin gezet met een helm op. Die kijkt door een periscope. Nou, een komeet. Hè? Je moet wat verzinnen. En die uh, uh, periscope, ik kijk er zo doorheen, en het is, uh, lijkt grijs en het is grijs, maar het is eigenlijk van metaal. Nou, als je eens even kijken naar de instellingen, heb je bij Basecoller natuurlijk de kleur, maar hieronder heb je een slider van metaal. Nou, grofweg kan je alle materialen van de hele wereld, en dat zijn natuurlijk een heleboel, indelen in twee categorieën. Nummer 1, wel metaal, of nummer 2, niet metaal. En niet metaal noem je dielectric. Kun je gelijk weer vergeten, maar zo is het nou helemaal. Materialen zijn wel of niet van metaal. Nou, dan kun je hier Aangeven met de slider. Als je op 1 staat, zeg je tegen Blender, het is volledig metaal. Staat hij op 0, dan is het volledig niet metaal. Nou, je kan ook elke waarde ertussen in kiezen. In de echte wereld is dat onmogelijk, want materialen kunnen niet een beetje van metaal zijn of niet. Dus heb ik het over ijzer, goud, zilver en dat soort dingen. Maar gelukkig, hey, het is uh, jouw creativiteit. Je kan er wel degelijk mee spelen, maar niet heel realistisch natuurlijk. Maar het kan wel. Nou, als we nou eens kijken naar die periscope. Hier op 0 zeg ik eigenlijk dat hij grijs is en dan is het grijs. Plastic zeg maar. Zet ik hem op 1. Dan is het grijs metaal. En je ziet ook het verschil. Dan de volgende is roughness. En dat betekent gewoon heel simpel. Zelf verwachten ruwheid. De ruwheid van het materiaal. En uh, als je dat eens eventjes mee gaat spelen. Dan zie je dus dit. En nu heb ik de ruwheid helemaal op 0. Dan is het dus ook een perfecte spiegel. En waarom? Wat zie je? Wat, lijkt wel een soort bosachtig. Dat klopt. Want ik zit hier in material preview. En in andere video's ben je het ook wel tegengekomen. Material preview maakt gebruik van preview. HDR, huiden, name, range, imaging. Als het ware een 360 graden foto daaromheen die licht schijnt op je scène. Je kan ook een andere kiezen en dan krijg je dus een andere reflectie. Nou bij roughness zie je dus als hij op nul staat en is het een perfecte spiegel en hier kan je dus de roughness instellen hoe ruw jij wil dat het metaal in dit geval is. Ik nou, kan ook zeg maar grijs plastic werkt ook met roughness en zie je dus ook dat hij uh, een beetje nou hier spiegelt hij dus. En nou, metaal is natuurlijk veel spiegelender dan plastic of andere niet-plastic materialen. Nou, metallic en roughness zijn dus twee hele belangrijke basisinstellingen voor het werken met jouw. Materiaal. En dan heb je ook nog materialen zoals bijvoorbeeld licht of water of zo. Oftewel, ze zijn doorzichtig. Om dat even goed te demonstreren heb ik een extra object hier gemaakt. En dat is een lens. Nou, het is eigenlijk gewoon een iko-sfeer die heel veel driehoekjes heeft. Dus uh, totaal niet low poly. Maar dan krijg je een heel erg smooth shade, smooth uh, bol eigenlijk. En ik, ik ga maar eens eventjes instellen dat die een lens is. En dat die werkt als een lens. Nou, hier zie je er geen piepzak van. Want ik zit nu in solid view. En dan ga ik eventjes naar material preview. En dan zie je al dat hij iets doet. Tuurlijk, je ziet de reflectie. Van de preview HDRI. Oké. Okay. Maar je ziet nog niet echt, zeg maar, dat die werkt als een vergrootglas. En dat zie je pas in Rendered View. En als ik dat doe, tadaa, zie je Rendered View. wat je ook ziet, is het een herfstbos. Dat is de HDRI die ik er eventjes achter heb gezet om het goed te kunnen laten zien. Oké. Okay. Links in de instellingen van je materiaal. Kleur, metallic roughness hebben we het over gehad. En nu eens even hebben over index of refraction. En dan moet je even allebei laten zien. En moet je kijken wat er gebeurt. Ik hou shift even ingedrukt en ik ga deze waarde een klein beetje aanpassen. Met shift kun je zo'n slider heel subtiel aanpassen. Aan, aanpassen dan in, in één keer. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Ik Met index of refraction wil eigenlijk zeggen hoe hoeverre buigt dit object lichtstralen af. En nou ja. Dus als je heel erg afbuigt, krijg je dit effect. Nou, je ziet wat er gebeurt. Het wordt een vergrootglas. Maar kijk, als ik het beweeg, dan zie je dus ook dat hij dus fungeert als vergrootglas. Index of refraction. De volgende is alpha. En als ik hem op alfa betekent eigenlijk doorzichtig. En als ik die op 0 zet, dan doet hij helemaal niks. En dan heb je dus gewoon een doorzichtig object, zeg maar. En als ik de alfa op 1 zet, dan uh, wil het niet zeggen dat hij ondoorzichtig is. Maar in dit geval gaat hij dus omdat ik de index of refraction zo op afgesteld wordt het een groot glas. En de derde. Factor is transmission, die vind je hier ook. Als ik je transmission op 0 zet, dan krijg ik een opaque, zeg maar, een, een ondoorzichtig object. En als ik transmission op 1 zet, dan krijg ik hier dus helemaal goed het vergrootglas effect te zien. En transmission wil eigenlijk zeggen in hoeverre transmit die zeg maar uh, de lichtstralen door je uh, object eigenlijk heen. Dat moet je zeggen met de transmission en als ik die op 1 zet, dan laat je eigenlijk zien van ja, die lichtstralen moeten er helemaal doorheen. En wat gebeurt er dan met die lichtstralen? Die worden dus afgebogen door de index of refraction. Maar let op, het maakt nogal veel uit welke render engine je gebruikt. Ik zit op dit moment in Cycles. Ik heb mijn GPU aangezet. En dan ziet het er dus uh, zo uit. Maar als je dat in uh, nou, Eevee gaat switchen, de andere render engine, dan ziet het er opeens heel anders uit. En dan werkt het hele glas niet. Het lijkt wel een beetje glassig, maar ik zie die hele astronaut niet meer. Wat is er aan de hand? Want Eevee is niet een raytraced engine. Die werkt op een andere manier. En dan moet je een aantal dingen instellen om te zorgen dat dat glas zo werkt als dat jij wil dat het werkt. Ten eerste in de materialen tab, helemaal onderaan, vind je hier bij uh, Settings. Blend Mode en Shadow Mode. En die moet je allebei op Alpha hash zetten. En ook nog Screen Space Refraction aanzetten. En Subsurface Translucency. He, als je toch bezig bent. En in de render settings, hier zo de bovenste tabblad. Kun je hier een vinkje aanzetten bij Screen Space Reflection en ook nog Refraction aanzetten. Kijk, en dan komen we ergens en dan kun je dus ook weer spelen met het vergrootglas effect. Maar dan niet in Cycles, maar dan in Eevee. Meer over deze instellingen in video nummer 66, Renderen met Eevee en speed video nummer 11. Maar dat is overglas en uh, doorzichtige materialen maken in Blender. En we dachten hier van lichtgevende materiaal. Ik heb hier de komeet met een soort uh, low poly. Heel gestileerde versie van vuurstralen aan de achterkant. Ik zit hier in rood Eerst Eerste slot heeft dit materiaal met de base collar gewoon uh, rode, rode rode lichtstralen, zeg maar. En nou, wat vind je hier? Kun je dus materialen licht laten uitzenden? Dat vind je hier bij Emission. Als je Emission openklapt, heb ik hier de kleur van de emissie, het, het licht, zeg maar. En hier de Strength. En als ik de Strengths omhoog gooi, dan zie je dus wat er gebeurt. Hij overwoelt helemaal de rode kleur. En als ik hem heel erg belachelijk hoog zet, dan zie je dus dat dit materiaal dus heel erg veel licht gaat uitzenden. Zoveel dat, ja, deze eigenlijk compleet overblown is. Dit is gewoon 100% wit en heeft niks meer te maken met deze gele kleur. Maar dat komt gewoon omdat dat je deze strengthwaarde zo hoog hebt gezet. Nou, wat ook vet is, is dat uh, dit licht, zeg maar, dat schijnt dus ook in de 3D wereld. Het wordt weer kaatst op de periscoop en ook op de astronaut. Dat komt omdat ik hier in de render engine cycles zit. En cycles is een ray traced engine. Nou, kort gezegd, dit stuurt licht uit en het licht dat stuit alle kanten op en weer terug en zo. En dat geeft dus een heel realistisch effect. Als ik switch... Na EV, dat is niet een Ray Traced Engine, krijg ik dezelfde instellingen bij de materialen settings, gewoon kleur en strength. Dat is gewoon hetzelfde, maar je ziet dat die ja, wordt wel weer kaats door het metaal van de periscope, maar je ziet niet dat die echt de boel uh, verlicht. Zo is het eenmaal, maar wat je wel kan doen is in de render settings heb je zoiets als bloom. Hier zo bij de render settings kun je hier bloom aanzetten met wat instellingen. Oh, wat er dan gebeurt is dat uh, Eevee, dus deze render engine, die kan dus niet die ray uh, zeg maar berekenen, maar die gaat gewoon een gloed gooien op alle dingen die uh, licht uitzenden. Op dit moment hebben we dus die materiaal gezegd van deze heeft een emissiewaarde die zendt licht uit en dan kan je de intensiteit een beetje terugschalen. En het threshold van, is eigenlijk zeggen van wanneer moet je bloem zeg maar, ontstaan en de radius kan je nog een beetje mee spelen. En op die manier krijg je dus een soort van fake effect, maar dit is veel sneller renderen dan de Cycles uh, uh, manier, zeg maar. Alleen de Cycles manier is wat realistischer. Maar in ieder geval, punt is, in de material tab onder Emission kun je gewoon de kleur en de sterkte van je emissie instellen. Uiteraard zijn er nog veel meer instellingen hier te vinden. We hebben het nog eens gehad over Code en uh, Sheen en hier heb je nog Volume en dan kan je allemaal uitklappen, ongelooflijk veel instellingen, want met materialen kun je heel, heel erg ver, ver, ver gaan. Zover dat het eigenlijk gewoon niet meer past in één tabblad. Kijk, wij hebben er heel lekker veel ruimte gegeven, zo. Maar pff, kijk hier, het houdt gewoon op. Het, eh, het kan nog veel meer bij. En die, god, die materialen kunnen nog veel ingewikkelder zijn dan wat je alleen hier ziet. Nou, materialen in 3D zijn zo belangrijk. Daarvoor heeft Blender ook een eigen scherm. En die heet Shade Edit. En die gaan we eens eventjes een eigen plek geven in de Blender UI. Ik heb hier mijn layout. Doe ik even rechter maar Ik op duplicate. En dan ga ik hier dubbelklik En dan typ ik hier materialen. Dan heb ik hier materialen layout. Dus twee layouts die hetzelfde zijn. Ondertussen weet je het wel. Hier de tijdlijn sleep ik eventjes naar beneden. Rechte muisknop doe ik hier niet vertical split. Ik wou de horizontal split doen. Krijg ik hier twee 3D views. En hier vind je, uh, kijk alle schermpjes die je zou kunnen kiezen in Blender. En dat is de shader editor. En wat vind je daar? Nou, deze instellingen lijken best wel veel op degene die je daar hebt. Dat klopt ook. Want deze instellingen Zitten nu precies hier zo. En deze zijn gewoon daar. Dus wat ik hier ook zeg maar doe. Dat, dat uh, synchroniseert met elkaar. Het is gewoon hetzelfde, maar dan op een andere plek. Nou, waarom op een andere plek? Dat komt omdat je hier dus veel meer ruimte hebt. Ik kan weer aan mijn muiswiel draaien. In en uit Muiswiel ingedrukt houden. Muis bewegen. En dan kun je dus van links naar rechts en zo. Ongelooflijk veel ruimte om allerlei shizzle neer te zetten. Wat voor shizzle? Nou, nood. Nood. Jee, nood. Nood. Geen nood. Geen nood. Dit zijn nood. Het zijn eigenlijk blokjes. En al die blokjes zijn. Aan elkaar gekoppeld met lijntjes. Nu heb ik gewoon de Principle BSDF. Dat is eigenlijk de, de noot die je het meeste tegen gaat komen. En die loopt. Uh, naar de material output toe. Dus wat voor blokjes en lijntjes je ook allemaal gaat zetten, alles loopt naar die material output uh, toe. Ik heb op dit moment ben ik bezig met uh, metaalgrijs. Dus zie je ziet hier ook al boven, ziet hier ook uh, dezelfde slot zeg maar als dat je hier uh, ook ziet. En hier vind je ook hetzelfde naamje als dat je daar ziet. Nou dan kun je dus hetzelfde en ook fake use, duplicate en al dat soort dingen. Hoe dan ook, kijk, als ik deze loskoppel, dan zie je dus dat die zwart wordt, want dan is het materiaal dus uh, kwijt. Nou, deze kan je ook gewoon weggooien. Ik kan er ook een ander blokje in gooien. Dus een andere noot, dan heb je je shader. Bijvoorbeeld diffuse, en dat is een hele simpele. Dat is alleen maar kleur, roughness en normal. En als ik deze aan elkaar koppel, dan heeft hij dus die witte kleur. En dan uh, kun je dat dus op die manier zo doen. En dan kun je een beetje prutsen met notes. Bijvoorbeeld shift A, shader. Kan ik bijvoorbeeld ook een uh, Glossy erin gooien. En dan geef ik deze bewijs van uh, een uh, oranje kleur. Nou, dat ik deze erin. Plug zeg maar, dan wordt het natuurlijk oranje. Want ik kan hier maar één ding tegelijkertijd in de service. Maar je kan ook met Shift A AC, doe je er een mix shade tussen. En dan gaat deze bijvoorbeeld daarin. En doe ik deze daarin. En nou ik deze los. En dan kan ik deze hierin doen. tada En deze mix shade heeft een factor. En die kan ik hier, als ik hem op 1 zet, dan heeft hij dus de glossy te pakken. En als ik hem op nul zet, dan pakt hij de diffuse. En met deze factor. Uh, Slider kan je dus kiezen zeg maar, welke je wil. En op die manier kun je dus een heleboel van dit soort blokjes aan elkaar knuppen in een heel systeem. En op die manier hele vette realistische materialen maken. Maar voordat we het over die realistische materialen gaan hebben, moet je eerst iets anders heel erg belangrijks weten. En dat is UV-unwrapping. Weet je nog dat we net bij material slots dus meerdere materialen op één object hebben gegooid? Nou, dat kan ook op een andere manier, op een heel erg andere manier. Namelijk UV-unwrapping. En voordat ik het allemaal ga uitleggen, ik ga het je gewoon laten zien. Ik heb hier twee poppetjes. Dit poppetje geef ik eventjes een nieuw materiaal. En die noem ik bijvoorbeeld even luipaard. luipaard. huid of zo. Stel je voor, ik wil dit poppetje een uh, luipaard huid uh, geven. Nou, ik heb hier dus een nieuw materiaal gemaakt. En hier in de shader editor vind je gewoon de principle BSDF. En hier Material output. Dat heb ik nu heb ik hem al laten zien. Nou, stel je voor, ik heb een plaatje van een luipaard vacht. En die kan ik hier. Links klik en sleep. Gewoon in de shader editor gooien. Gewoon vooruit verkenner van Windows. Tada! En dan komt hij hier als een node hierin te staan. Nou, wat vind je nou allemaal op deze node? En wat instellingen en zo? Nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar je vindt hier wel dus een, een geel output bolletje. Wat je dus in de Principled BSTF output bolletje kan gaan gooien. Tara, en dan is het poppetje opeens een luipaardskin. Geinig hè? Maar je hebt natuurlijk zelf kunnen bepalen waar die vlekken terechtkomen en hoe groot ze zijn. Daarvoor heb je twee. Nieuwe notes nodig, doe ik even shift A, search en doe ik hier een tekstje coordinate note en dan hier shift A, search en hier een vector, een mapping Node. Bij mij stonden ze er gelijk in, jij kan even zoeken of nou je vindt ze wel. Ik heb hier een mapping Node en die mapping Node heeft een paars bolletje en het paarse bolletje van een vector moet in de vector van jouw luipaardplaatje plaatje en dan denk je eh. Alle stippen zijn weg. Wat is dit? Dit schiet niet op. Nou, dat komt omdat je deze nog moet connecten. De texture coordinate en dat is eigenlijk een noot waarmee je tegen Blender zegt: ik heb hier een plat plaatje en ik heb hier een 3D object. Hoe moet het platte plaatje om het 3D-object heen gerappt worden. Dat kan op verschillende manieren. Ik ga ze niet allemaal bij langs. Maar de eerste is bijvoorbeeld generated. En het paarse bolletje doen we in het paarse bolletje. Tada! En dan zie je hier eigenlijk wat er gebeurt. Dan denk je, ja, oké. Okay. Nou, kijk wat gebeurt. Er is. Hij van bovenaf, zeg maar, gooit dit plaatje gewoon zo. Het platte plaatje gooit van bovenaf op het model. En de rest die stretcht Die zeg maar zo bleep, helemaal uit naar beneden. Dus boven ziet het oké okay uit. En de rest is heel erg gestretched. Tenzij je op zoek bent naar deze look. Maar dat moet je zelf weten. En dat is dus generated. Generated. Um, je hebt ook zeg maar een uh, object, die kan ook en dan uh, is die wat kleiner. En is die ook heel erg uh, gestretched. Nou, wat doet dan die uh, mapping node? Met die mapping node kan je zeg maar kiezen waar het plaatje zo ongeveer uh, terecht moet komen. Bij Z heeft niet zoveel nut, want je hebt het over een plat plaatje, dus dat uh, Z-waarde heeft eigenlijk niet zoveel nut Dus de, in dit geval. Um, je kan hem ook uh, draaien, dat het plaatje zeg maar uh, draait. Nou, je ziet er wat gebeurt. Je vertelt eigenlijk tegen blender: oké, okay, ik heb een plat plaatje, ik heb een 3D-model en op die manier moet dat platte plaatje om het 3D-model heen gerappt worden. En je hebt er ook nog de schaal. Als ik hier uh, shift indruk, oh, ik zal misschien even screencast keys even aanzetten. Dan zie je tenminste wat ik zo ongeveer allemaal um, typ. Zo, zie je? En, en oké, okay. als ik hier bij uh, shift ingedrukt hou, ik doe links klik en sleep. Dan kan ik deze bijvoorbeeld op uh, 5 zetten. En dan krijg ik een grotere schaal. Dus dan krijg ik heel erg kleinere uh, stippetjes. Maar op sommige plekken is die heel erg uitgerekt. En op sommige plekken niet. Dus het is nog niet helemaal ideaal. Je kan ook zeg maar hele grote stippen maken door de schaal op uh, heel klein te zetten. En dan krijg je. Krijg je dit zeg maar, nou, we zetten hem er even op één, uh, want we gaan eens eventjes kijken naar een oplossing voor al dat gestretch. en dat is dames en heren, UV. En als ik die UV erin gooi, tada, dan krijg ik uh, dit. Dan zet ik eventjes deze weer even op uh, alles op één, rotatie even op nul en de schaal op één, heb ik de mapping node ingesteld zoals die stond. En moet je kijken, alle stippen staan nu gewoon uh, op het model, maar niet helemaal overal gestretched. Hoe? zit dat daarvoor moeten we even een nieuw schermpje openen rechtermuisknop vertical split en dan krijg ik hier dus twee shader editors en van deze ga ik veranderen naar de uv editor tada en dan heb ik hier de uv editor nou wat is dan een uv editor ik selecteer even het poppetje ik ga een tap eventjes in edit modus en wat gebeurt hier ten eerste je ziet hier het luipaardplaatje plaatje terug dat komt omdat je hier deze aanstaat in de blender beep ik kan hem ook weggooien en dat wil niet zeggen dat het plaatje weg is, begrijp me heel erg goed, het plaatje is niet weg, maar hij laat het plaatje nu niet even zien in de UV editor. Je kan hier een plaatje, dus een render plaatje openen. Je kan er een nieuw plaatje uh, maken, maar je kan ook een plaatje zoeken uit de blender beep, want weet je nog, deze die hebben we dus uh, in, erin gegooid, weet je nog. En daardoor vind je hem ook hier terug in de Blender Beep. Nou, voordat ik die erachter ga zetten, eerst even kijken naar wat er aan de hand is. Nou, ik zit nu in Edit Modus. Ik zit nu in Edge Select. En zoals je ziet, zijn alle edges. Ik ga even in de Solid View. Zijn sommige edges rood? En rood betekent een uh, seam. En een seam is eigenlijk een plek waar je tegen Blender hebt gezegd, dit is het 3D-model, maar op deze randen dan mag je knip, 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 knip doen. En als je dan knip, 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 knip hebt gedaan, dan gooi je het plat op je UV-map. En dan uh, krijg je dus allemaal islands. Eigenlijk letterlijk eilanden van stukjes uh, geknipt uh, poppetje. En die kan je ook makkelijk selecteren en dingen mee doen. Nou, hierboven in uh, Edit-modus heb je natuurlijk die uh, selectieknopje voor... Punten, randen en vlakken. En hier in de UV-editor heb je het ook. Punten, randen en uh, vlakken. En als ik hem hier op vlakken heb staan, vlakken, dus uh, echt maar drie op je toetsenbord en ik doe hem met L, kan je één zo'n island, zo'n eiland uh, selecteren. En dat zie je dan ook hier terug geselecteerd. Op jouw uh, model en het uh, dubbel A dan krijg je dat weer gedeselecteerd. Ook een heel ander belangrijk knopje is de UV sync knopje. En als je die uit hebt staan, dat uh, <laughs> heb ik in het begin ook wel eens heel erg gefrustreerd. Dan zie je dus, niet zie je dus die uh, eilanden alleen maar wat je dus selecteert, zeg maar. Zie je terug uh, in de UV uh, uh, editor. Als je deze aanstelt, dan zie je dus ook de niet geselecteerde vlakken. Nou, met L dus kan je dus zo'n uh, island selecteren. Met S kan je die grotere en kleine schalen. En met R kan je die nog eventueel draaien. Dat heeft dus niks te maken met het draaien, schalen of verplaatsen van je model. Puur alleen de plek waar dit eiland, zeg maar, dit UV-eiland uh, op uh, terecht komt. Nou, en als ik dan eens eventjes dat plaatje van de luipart weer aanzet, tada, dan zie je dat dus hier terug. En dan ga ik eventjes naar uh, Material Preview. En hier zie je dan bijvoorbeeld uh, deze luipaard. Die kan ik dan bijvoorbeeld schalen. Als ik hem heel groot schaal, worden die stipjes heel erg klein. En als ik hem heel klein schaal, dan worden de stippetjes dus heel erg groot. maar let op alleen op het vlak wat ik op het stukje nou, het eiland eigenlijk waar ik die ik nu heb geselecteerd die ik nu actief heb en waar ik nu mee aan de slag ben ziet u. je kan hem ook uh, stretchen over de x-as of over de y-as zeg maar. nou, ik, uh, nou die dus op deze manier dus. maar goed nu is het hele poppetje helemaal bedekt met uh, overal al die stippen en zo. kun je ook een uh, manier verzinnen waardoor dat dat hoofd bijvoorbeeld uh, rols kan maken? ja dat kan. bijvoorbeeld door een ander plaatje te maken met niet alleen maar stippeltjes maar op de juiste plek dus een uh, plaatje van het hoofd nou dat kun je in de foto editor uh, de allemaal gaan fixen maar een heel grappig maniertje is heel snel ik laat je snel zien is texture paint oké okay, we zitten hier in de UV editor maar eentje daarboven is de image editor oftewel de plaatjes bewerken en dan ga ik hier switchen van edit mode ga ik naar texture Paint en dan hier dan zit ik eens dus in de image editor en hier heb je zeg maar view en je hebt hier paint en als ik hierop ga klikken dan heb ik hier zeg maar een soort van brush en hier kan ik de kleur instellen van de werk ik wil dus ik wil een beetje uh, huidskleurachtig dan kan ik hier letterlijk dus <laughs> gaan painten op zijn hoofd en tada een beetje zo hier. La la, beetje daar, la la. Kan ik hier dus letterlijk gaan painten op zijn hoofd? En op die manier is zijn hoofd roze kleuren. En wat zie je dan hier gebeuren? Dan zie je hier dus dat op de plekken waar ik hier net, uh, net gepaint heb, zeg maar gebrushed. Uh, ge Goh, ga eens even Nederlands praten. Gewoon geschilderd. Hier zie je dat terugkomen in de UV-editor. Dan heb je niet overal de stippen, maar op de juiste plekken is het dus roze geworden. En heb je hier dus een uh, roze hoofd. Nou, meer over texture paint in uh, video nummer 50: materialen extra. daar ga ik er uitgebreider en uh, heb ik er wat meer tijd voor om het al uit te leggen hoe het werkt. Maar op deze manier zit dat zo ongeveer in elkaar. Je hebt dus een uh, UV-map op een plaatje. En het plaatje kan je eventueel inblenden, zelfs nog een beetje bekliederen en bekladderen. En op die manier zorgen dat de juiste dingen op de juiste plek op het 3D-model terechtkomen. Maar fooi, dat is best wel even een klusje en veel werk. All right, heel tof uh, trucje. Ik heb dus uh, nog een uh, poppetje. en... Uh, ja selecteren van al die naden is gewoon superveel werk. Edge select, eh, pak ik eventjes bijvoorbeeld, en ik pak hier deze deze edge, en met U kan ik hier een mark seam en dan is dus dit een naad en dan heb ik een heel handig trucje is trouwens als ik deze dus geselecteerd heb en ik hou Ctrl ingedrukt, dan pakt hij dus de kortste route en op die manier kun je dus uh, op die manier um, een gedeelte van je poppetje zo uh, aangeven van nou dit moet een eiland in je UV-map worden. En dan doe ik hier U en dan Mark seam En dan is dit dus een uh, naad geworden. En die zal hij dus gebruiken om te unwrappen. Nou, dat kan ik even doen. A, alles selecteren. U en dan unwrap. En ja, hij geeft ook een foutmelding. En eigenlijk slaat dit gewoon helemaal nergens op. Je ziet hier wel trouwens dat het stukje wat ik net dus gemarkeerd heb. Dus wel degelijk terugkomen in de UV-map. Maar de rest zijn het allemaal vierkantjes uh, chaos. Nou, dat. Um, dat markeren van die rand is dus best veel werk. En er is dus een trucje waarbij je dat dus niet hoeft te doen en toch een kleurtje kan geven aan je modellen. A of alles selecteren. U. En doe ik even clear seam. En dan heb ik dus geen seams meer. A of alles selecteren. En U. En dan ga ik hier klikken op Smart UV Project. Tadaam En dan krijg ik hier een schermpje. En dan ben je zeg je eigenlijk tegen blender: van weet je wat, knip zelf dat. Uh, ga maar even goed nadenken. Doe je best blender. En Zorg ervoor dat je zelf die naden bedenkt en het model op een plat vlakje kan gooien. Island Margin zet ik vaak even op 0,01. En Area Weight ook. Dan komen die eilanden niet precies tegen elkaar aan. En moet je kijken: dit heeft Blender dus zelf bedacht. En is eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Geen seams, maar toch een redelijke. Maar het toffe van het trucje is wat ik je nu ga laten zien. Dat je het helemaal geen biedt uitmaakt, eigenlijk waar al deze eilanden zich allemaal bevinden. Want ik ga even een heel speciaal plaatje erbij pakken. Nou dat valt ook wel mee. En dat is een kleurenpalet. En dit zijn, is gewoon een plaatje van gekleurde vierkantjes. En die heb ik uit de tekening van mijn zoontje Chris gehaald. Dit zijn de kleuren die hij heeft gebruikt. Die heb ik als vierkantjes gewoon in een PNG-plaatje gezet. Dat kan je met elke video of uh, video editor. <laughs> Plaatjesbewerkingsprogramma wel doen. Die gooi ik gewoon uh, hierin. En die connect ik met de Principled BN. SDF, tadaa, en dan gooit hij dat gewoon zo ergens random op nou, uh, nou random niet helemaal random, want hij gebruikt zeg maar standaard de UV map, en ik gooi ook even het plaatje ah, maak ik open, nou maak ik zichtbaar in de UV editor en dan zie je hier dus al die um, die islands uh, zeg maar zo, nou ik kan het natuurlijk groter maken en dan worden de is heel erg klein. Maar het punt is: het toffe van dit trucje is dat ik ze ook allemaal heel erg klein kan maken. Ta-da-da-da! -da -da -da. En dan zet ik ze allemaal bijvoorbeeld in blauw. En dan heb ik dus een blauw poppetje. Ik kan ze allemaal even selecteren. En let op: zorg er wel voor dat je UV sync aan hebt staan en dat je werkt met uh, face select. Nou, ik kan deze allemaal even oppakken en dan gooi ik die in het roze vakje en dan zie je zien dat je dus een roze poppetje hebt. Nou, stel je voor, ik wil deze, dit oog en dit oog wil ik in het zwarte hebben, dan kan je die gewoon oppakken en dan gooi ik die in het zwart. Nou, het zijn dus super kleine, super kleine, super, super, super kleine eilandjes. Dus het werkt ook alleen maar als je werkt met hele strakke kleuren. Maar het is wel super snel. Dus uh, deze en deze gooi ik dan in die witte. En dan heb ik hier bijvoorbeeld uh, de mond L en L. En die gooi ik dan bijvoorbeeld uh, hier neer. Tadaa. En dan zijn die ogen opeens geel geworden. Het ziet er eigenlijk best vet uit. Maar die hadden we waarschijnlijk net nog geselecteerd. Dus die mogen dan weer in de witte. En ik heb. Kijk, nu heb ik, raak ik ze gewoon helemaal kwijt. Het is zo klein dat ik ze hier niet meer terug kan zien. Maar als je op numpunt drukt, dan uh, zoom je dus automatisch in daarop. En dan kun je dus. Deze wel zien en dan zet ik ze hier weer in wit en dan klopt het allemaal weer. Dan we hebben we ook bijvoorbeeld de broek. Die kunnen we blauw maken. Die kan ik niet in één keer uh, selecteren met L, omdat het onderdeel is van de geometry. Dus die ga ik eventjes selecteren met bijvoorbeeld uh, Circle Select. En doe ik eventjes deze Circle Select. Hoppakee. En wat je dan ook kan doen is om die selectie een klein beetje uit te breiden, is Ctrl-Plus. En dan breid je dus de selectie een klein beetje uit, zodat je ook de bovenste en de onderste randje hebt. Ctrl plus, dames en heren, selectie uitbreiden is heel erg handig. Maar die vakken zitten dus nu nog hier in het roze gebiedje. En die kan ik dus pakken en selecteer hier in het blauwe. En dan heeft het poppetje een blauwe broek. Zie je hoe snel dat ging? Super tof! Ik hoef geen naden en, uh, te markeren als een seam. En gewoon Smart UV Project en dan gewoon deze dus... Um, ja, de vakjes op de goede plek zetten en ik heb een poppetje met kleuren. Nou, verschillende kleuren zonder dat ik gebruik hoef te maken van de UV-slots, maar gewoon met zo'n kleurenpaletplaatje. En op die manier, ja, nou, dat is gewoon een heel handig trucje om snel kleur te geven aan jouw low-poly model. Nou, let even heel goed op. Dit plaatje moet je zorgen dat hij blijft opgeslagen in jouw blenderbestand. Doe je dat niet, je slaat blender op en je opent hem weer. Heb je kans dat het plaatje weg is. Kan je heel snel fixen door File. En dan external data. En automatically pack resources. En als je daarop klikt, dan staat hij onder uh, packed to files. En dat zijn dus deze twee files, die luipaardvacht en het kleuren Kleurenpalet. Die zitten nu opgeslagen in het blendbestand. En de volgende keer als je Blender opent, dan uh, zijn deze plaatjes niet kwijt. Oké, okay. door naar hele vette realistische materialen. En als voorbeeld heb ik hier dit kanon. Dat komt van Polyheaven. Een hele vette website waarbij je heel veel modellen, textures en HD-rise gratis kan downloaden. Meer over die Design Polyheaven, video nummer 42. Maar dit is dus heel realistisch. Waarom is het heel realistisch? Omdat dit model um, niet zomaar een kleurtje heeft erop geplupt. Maar je ziet eigenlijk twee dingen. Op, op sommige plekken uh, is die minder glimmend. En op sommige plekken is die meer glimmend. Dus dat, dat uh, kanon zeg maar, is meer glimmend dan het hout. En wat je ook ziet als je, ik, als je een beetje inzoomt, is dat het niet zomaar metaal is. Maar dat je ook de ribbels ziet en de krassen in het hout en de deuken en zo. En dat komt door bump mapping. Oftewel de textuur waar het licht dan realistisch op schijnt. En um ja, hoogteverschil in het materiaal. Super vet. En dat maakt het ook zo realistisch. Nou, deze hele training gaat uh, over low poly en simpele materialen. Maar toch um, ga ik je in deze speed video heel snel even laten zien hoe een realistisch materiaal in elkaar steekt. Nou, um, ik heb hier uh, de, dit kanon. En dat heeft het materiaal Canon 01. Dat heb ik gewoon direct gedownload van. Uh, gejat van Polly Heaven. En hoe ziet het nou eigenlijk in elkaar? Nou, je vindt hier dus die uh, principled BSDF. Oké. Okay. En hier materiaal output. Allemaal prima, maar je ziet dus dat die in die principal BSDF allerlei uh, lijntjes gaan. Die worden opgeslokt door Principled BSDF en dan gaat die door naar de output. En welke lijntjes zijn dat? Van verschillende plaatjes dus. Hier, die herken je als plaatjes, niet zeg maar één plaatje, maar dat zijn er meerdere. En die plaatjes ga ik eens eventjes hier openen of uh, weergeven zeg maar in de U image editor. En heb ik hier bijvoorbeeld Canon Diffuse. En het is het uh, plaatje. Tadaa. En dat is dus uh, gemaakt. Ik doe even het uh, volledig scherm. Kunnen we even groepen kijken. En op dit plaatje zie je sommige stukjes dat het uh, hout is. En op sommige stukjes is het uh, metaal. En je snapt dan wel dat die stukjes dus precies overeenkomen met de UV-map. Dus ik ga even weer naar de UV-editor. Pak hier even uh, dit zo. En doe even het tap. Dat is de basis van het kanon. En dan zie je dus ook al die stukjes op de juiste plek zijn neergezet op van het plaatje. Dus. Het platte plaatje klopt. En de UV-map klopt. Super veel werk om dat groep goed voor elkaar te krijgen. Maar moet je kijken, het klopt allemaal. En hier zie je ook alle rode randjes van de randen die zijn gemarkeerd als seam. Vet hè? Maar goed, dit is gewoon nog een plat plaatje. En waarom ziet het er dan zo realistisch uit? Ik ga deze allemaal eens eventjes uh, loskoppelen. En dan zie je wat er gebeurt. Tadaa! Nu heb ik alleen de base color en nu kan je bewijs van een groen kanon maken, groen plastic of zo. <laughs> het is gewoon één kleurtje. Nou, wat er dan gebeurt, is als je deze hierin koppelt, zo, hoppakee, dan krijg je hier dus de, deze een beetje deze kant op, een beetje deze kant op, zie je dus het kanon, maar het ziet er heel erg... Plat en glad uit. Zie je alle bump? De textuur is helemaal weg. Alles glimt evenveel. Klopt helemaal niet. Nou, hier heb ik een metallic plaatje. En als ik die eventjes hier open. En dat is deze. Dat is een zwart-wit plaatje met een beetje grijswaarde. En het komt er eigenlijk op neer. De plekken waar het zwart is. Is het metaal? En de plekken waar het wit is, is het geen metaal. En soms een beetje alles ertussenin als je wat grijswaarde hebt. Nou, kijk hier, bij metallic weet je nog: heb je gewoon een slider. En dan kan je zeggen: het is volledig metaal of het is volledig niet metaal. Maar zodra ik dat metallic plaatje hier sleep, dan gaat die slider natuurlijk weg. En dan wordt dus die metallic instelling niet bepaald door die slider, maar door dit metallic uh, plaatje dus. Nou, nogmaals, de zwarte delen zijn metaal en de witte delen zijn dus niet metaal, oftewel hout. Zie je? Het gaat al best wel de realistische achterige kant op. Maar je hebt ook zoiets als roughness. En roughness betekent de ruwheid. En als ik die hier open, roughness, dan krijg ik hier ook weer zo'n zwart-wit. Plaatje, of nou eigenlijk en uh, het komt hier ook op neer dat even kijken: de plekken die, waarbij het heel erg wit is, is het uh, heel erg ruw, en hoe donkerder, hoe minder ruw het is, of andersom. Maar, anyways, <laughs> deze die sleep ik hierin, de slider bij Roughness gaat weg, en dan wordt de ruwheid dus niet bepaald door die slider, maar door dit plaatje, die texture, zo'n plaatje, en dan noem je het Engels dus texture, en dan zul je zien dat de het metaal wat glimmender is en het hout wat doffer. En dan hebben we nog de laatste en dat is een hele speciale. Dat is de normal en dan krijg je dit plaatje. En uh, ja, blauwachtig, paarsachtig, heel, heel, heel erg weird. Maar dat is een, een normal map. En dat is uh, een beetje een ingewikkeld ding. Maar het valt ook al mee. Die normal map die kan je niet zomaar in de normal output gooien. Van uh, de principled BSDF. Dat komt omdat hier heb je een, een geel, uh, gele output. En hier een, een paarse input. Dit geel betekent eigenlijk gewoon uh, kleureninformatie. En. Ge Paars betekent een vector en dus moet dit lijntje door een speciale nood heen, en die nood heet de normal map. En dus uh, deze gaat gewoon hierin, en deze gaat gewoon daarin. En tada! Dan zie je dus opeens dat je je textuur terugkrijgt. En hoe vet is dat? Nou, hier heb je de strengths en die kan je dus helemaal op nul zetten en doet deze de, uh, noot dus helemaal niks. En die kan je ook een beetje heel erg verkranken en dan uh, gaat het veel te ver. Maar hier kan je dus zeg maar een beetje die bump instellen, de textuur. En zo heb je dus vier plaatjes die gezamenlijk zorgen voor een heel realistisch resultaat. Even snel een resume. Je hebt dus een 3D-object die bestaat uit punten, randen en vlakken. Die randen kun je markeren als een seam. Die kun je dus plat gooien in een UV map. En deze map wordt dus gebruikt door vier verschillende plaatjes: de basiskleur, metaal wel of niet, roughness en de normal. En waar ze terecht moeten komen, hangt dus af van je UV map en je texture coordinate en je mapping. Note. Zo, dat was het weer voor deze speed video. Wil je meer weten, ga dan naar deel 3 Materialen maken. Daar vind je alle losse video's met uh, nummertje 44 in twee delen in een uh, wat uh, normale tempo over materialen maken in Blender. En deze is ook heel vet, dus video nummer 50 Materialen maken extra. En kijk ook eens video nummer 51 over die asset browser. En die kan je ook gebruiken om zelf hele vette materialen van jezelf of van Polyhaven of andere. Direct via je Asset Browser makkelijk in Blender te kunnen slepen. Op door naar Video Speed, video nummer 8, en dan gaan we het hebben over licht in Blender. Ik zie je daar, maak iets.